Bo, terug naar voetbal, alsjeblieft. wat wij nu gaan doen, is wij gaan vragen beantwoorden van onze kijkers. Jullie hebben ons vragen gestuurd op Instagram. De eerste vraag ging over de Golden Boy. De lijst van de 40 genomineerden is online gepubliceerd vandaag, denk ik. Ja. En ik ga het meteen naar jullie vragen. Ik ga beginnen met Gilles. Wie zie jij de Golden Boy winnen of wie moet hem winnen volgens jou? Als ik goed heb gelezen, zijn er voor mij 3 guys die het kunnen winnen. Pedri, Camavinga en Bellingham. Nee, nee en ja. Camavinga niet? Nee. Waarom niet? Oh. Waarom wel? Oh, Camavinga. Jullie praten over potentieel. Ja, ah, maar dat is toch Golden Boy? Huh? Dat is toch Golden Boy? Gaat het niet om potentieel? Gaat het gewoon om wie de beste op 29 is? Ik wil nu officieel de beste op dit moment. Ik wil nu een statement droppen. Brian zit hier achter. Ik ben met hem. Het gaat over resultaat en niet over potentieel. Die hebben alle 3 niks gewonnen, toch? Het gaat om zijn aandeel in bij zijn ploeg. Ja. Oké, Gravenberg dan. Oh. Gravenberg heeft aandeel, bro. Dan heeft wat? Ja, man. Ja, bro. Maar hij moet winnen. Ja? Wat? Bro, maar als je praat over impact van nu. Heeft hij zelf al voor zijn nationaal ploeg gespeeld? Ja? Gravenberg. Ah, nee, bro, Gravenberg bij Ajax nu. Ajax nu, bro. Heeft hij... is Frenkie de Jong aan het inhalen, bro. Kijk, nu overdrijf je. Ja of nee, bro? Jij checkt Ajax. Even serieus, bro. Frenkie de Jong die Champions League campagne heeft gedaan. Bro, hij heeft al 7 wedstrijden voor Nederland gespeeld. Hij heeft zelfs een doelpunt gemaakt. Bro. Oké. Boven Pedri. Van Sporting. Nee, Pedri van Barça. Oh, ah, Pedri was degene waar je ja tegen zei. Ja? Ik dacht dat je ja zei tegen Bellingham. Nee. Ah. Maar ik zeg, ja, Bellingham, ik zeg die volgorde en je zegt nee, nee, ja. Nee, want jij hebt gezegd, er zijn 3 mensen die kans maken. Ja? Ik ga niet akkoord. Er zijn geen 3. Die 2 maken geen kans. Alleen Pedri maakt kans. Nee, er is nog iemand anders. Ik ga even kijken. Er was nog iemand. Camavinga, geen kans voor jou? Nee. Geen enkele kans? Nee. Op wat baseer je? Leg even uit. Ja, op wat baseer je? Pedri maakt kans. Daar baseer ik het op. Maar kans? Allee, op basis van jou, maar op basis van wat van Camavinga? Van die hele lijst heeft Pedri het meeste... Het kans omdat hij EK heeft. Hij heeft de meeste kilometers gelopen deze zomer. Nee, hij heeft het beste seizoen gespeeld. Hij was een van de beste spelers bij Barça. Oké. Hij was een van de beste spelers bij Spanje. Hij is nog eens naar de Olympische Spelen gegaan. Waar ze tot de halve finale zijn gegaan, als ik me niet vergis. Of finale zelfs, denk ik. Nee. Ja, er is niemand in die lijst die close komt tot wat hij dit seizoen heeft gedaan. Ja, prestatiegericht inderdaad. Ik ga nu even alle namen talent, overgaan. Hè. Talent, bro. Maar daar gaat het niet om. Ik ga even alle namen, gewoon die grote namen overgaan. Hè. Bellingham. Ja. Greenwood. Houdt niet van mij. Camavinga. Greenwood. Camavinga is een mooie Cherky heeft nog niet genoeg gespeeld, maar hij gaat wel bewijzen. De maar al die jongens hebben niet gedaan wat Pedri heeft. De Ketelaren, Doku zijn daar nog niet voor mij. Fabio Silva ook niet. Maar hoe heeft... Kijk, wat heeft Camavinga meer gedaan dan de Ketelaren? Greenwood staat erop. Wat vroeg je? Wat heeft Camavinga meer gedaan dan de Ketelaren? Maar het gaat... De eerste is een transfer. Oh. Hij heeft 2 doelpunten. Wat heeft Camavinga in Europa gedaan? De eerste is een transfer. Hij heeft een doelpunt gescoord in de Champions League. Voor Real, een assist gegeven voor Real in de Champions League. Ja, dat is nu deze week. Okay, maar voor hetzelfde speelt hij ook Champions League. Ja, maar oké, de laatste jaar? Dat is toch gebaseerd op het laatste jaar? Oké, bij Rennes. Vorig seizoen met Rennes. Zat zo in de Champions League. Bro, League 1. Ja, maar wat heeft hij gedaan? League 1. Hij heeft kapot gemaakt. Ik heb de statistieken niet bij, maar algemeen gezien heeft hij toch gewoon... Maar was hij veel beter dan de Ketelaren? Wat vind je ervan dat jij in hij was 17. Vergeet het niet, hij was 17 vorig seizoen. Maar het gaat me niet om zijn leeftijd. Oh. Het gaat me niet... Iedereen is 21. Welke petit van 17 kan dat doen? Pedri is 21. Wat is Pedri? Pedri is 18 of zo. Bro, ik zeg maar op de Olympische Spelen, eigenlijk 30. Ja, hij is uitgebuit. Maar wie zouden jullie 2... Wie zouden jullie nominees zijn of wie zouden jullie de Golden Boy geven? Ik al. Ja. Eduardo. Camavinga. Camavinga. Boven Pedri. Ja. Dit gesprek gaat lang duren. Greenwood zit erbij, hè? Ja, Greenwood. Dus wacht. We hebben niks over Greenwood gezegd, hè? Nee. Afo, Greenwood is een van de beste schutters die er gewoon is, hè? Ja, dat is waar. In de Premier League. Is Foden op de lijst? Nee. Als Foden er was, moest Foden winnen voor mij. Pedro González. Van Sporting Lissabon? Nee. Bro, je komt. Wie zou winnen voor jou? Bro, eerlijk, ik heb daar eigenlijk even over nagedacht. En dingen, maar Musiala maakt ook wel kans voor mij, man. Wie? Musiala van Bayern. Ah, Jamal. Nee, ja, Jamal. Jawel, bro. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft potentieel, maar hij heeft potentieel. Maar dat gaat niet om. Hij heeft al af en toe gespeeld met Bayern München. Maar ik ga je toch geen trofee hebben omdat je potentieel hebt? Maar gaat de Golden Boy daar eigenlijk over? In Aalst waren er ook boys met potentieel, hè? Ja, wat doen zij nu?
Ik ga je toch geen trofee geven omdat je potentieel hebt. Kijk, hij denkt nu van, oh, die boys gaan mij vuren in Aas, ik ga niks zeggen. Nee, maar puur oké. We moeten beslissen wie volgt deze lijst op. Pogba, Sterling, Martial, Renato Sanchez, Mbappé, De Ligt, Joao Felix, Haaland. Dank u. Dank u, Pedri. Ja, en de discussie. Maar wacht, mocht Renato Sanchez in zijn seizoen... Wat? Mason Greenwood heeft al 32 doelpunten. Ja, man, ik dacht ook... Assist... Hé, hey, waarom vergeet u Mason Greenwood? Nee, ik vergeet hem niet. Maar hij staat niet boven Pedri. Kijk, jij bent een mens... Je hebt geen micro, hè. Je hebt gekozen om niet mee te doen aan de episode, dus hou je mond. Greenwood. Jullie hebben een speler... Maar wacht, attends. Jullie hebben een speler die titularis is bij Barça. Ja. Die het spel aandrijft bij Barça. Die speelt in de Spaanse nationale ploeg. Titularis. Die naar de Olympische Spelen is gegaan. Die daar ook titularis was en een van de beste spelers was. En jullie zoeken nog naar iemand die een Golden Boy Award boven hem kan winnen op basis van, oh, hij heeft potentieel. Nee, Mason Greenwood. Ja, man. Maar ja, wat heeft Greenwood in het laatste jaar meer gedaan dan Pedri? Bro, Premier League. Jongens, scoort doelpunten. Ja, man. Nee. Ik fuck met Mason Greenwood. Alex, maar weet, zijn aandeel is groter bij Pedri's aandeel bij Barça. Ja, dat is waar. Oh. Ik ga flauw vallen. Oh. Ik ga flauw vallen. Nee, dat is niet waar. Dat vind ik niet waar. Ik ga flauw vallen. Pro Greenwood. Ik zeg wel dat. Hoeveel matchen van Barça hebben jullie gezien? Nee, Pedri zijn aan. Hoeveel matchen van Barça hebben jullie gezien? Ik ben voor Barça. Hoeveel matchen heb je gezien? Dit seizoen. Pedri heeft maar één match gespeeld dit seizoen. Vorig jaar. Nee, maar ik heb Pedri niet boven Greenwood, man. Ja, ik zeg je wel, Pedri zijn aandeel is groter bij Barça. Dan dat van Greenwood bij United. Maar ik vind Greenwood wel beter gewoon. Nee, maar gelukkig ken ik nog andere jongens die mee willen doen aan de show. Dus ik ga jullie gewoon vervangen. Ja, fuck you, ik ga naar HLN. Wat jullie nu zeggen, klopt niet. Oké, ik ga naar HLN, kom niet meer terug. Nou, bro, ga maar. Zonder zot. Pedri, jij dus. Dus, jij zegt... Ja, bro, ik zeg ook eigenlijk Camavinga, man. Oké, Camavinga. Nee, wacht, wat ik zeg... Eerlijk. Camavinga, wie zei dat? Gravenberg. Ja, Gravenberg mag ook kan, bro. Wat zeg jij? Ja. Greenwood. Ben je gewoon om Brian te rippen, man? Graag naar de volgende vraag van onze kijkers. Ah ja, als jullie de volgende vraag ook zo domme dingen zien. Oh. Weet je hoe ze dat noemen als je denkt dat al de rest altijd fout is, behalve je? Brian-syndroom. Oh.